Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met tamelijk veel hoge bewolking die over het land trekt. Op de satellietfoto ziet dat er best dreigend uit, maar de zon weet er toch behoorlijk doorheen te schijnen en het blijft gewoon droog vandaag. Overwege de ochtend is het 5 of 6 graden, een matige zuidwestenwind. Die wind gaat in de loop van de dag nog wel wat toenemen en wordt dan aan zee vrij krachtig. En die voert ook zachte lucht aan, die wind, want het wordt uiteindelijk 12 graden in het noordwesten tot zelfs 14 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond blijft het wisselend bewolkt, vooral hoge bewolking. Overwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 8. Dan morgen, dan wordt het nog zonniger dan vandaag, dan vooral in het oosten en zuidoosten nog wat hoge bewolking. En het wordt 13 tot plaatselijk 16 graden, en dat bij een matige zuidwestenwind. In de avond komt er in het noordwesten wel meer bewolking en kan misschien een klein beetje regen daar vallen. Op maandag is het wel weer droog en schijnt de zon geregeld bij 11 tot 14 graden. De dagen daarna is het licht wisselvallig, misschien een enkele bui, maar ook perioden met zon. De middagtemperatuur ligt rond 11 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl